Het Mauritshuis in Den Haag bestaat 200 jaar en dat wordt gevierd. Maar omdat mijn stem me letterlijk is ontnomen en ik die morgen hard nodig heb, vertelt mijn dochter je meer. Koning Willem-Alexander arriveert op het voorportaal waar kinderen met stoepkrijt nieuwe kunst hebben gemaakt. Veel tijd gunt de koning zich niet om dit te bekijken. Hij loopt doelbewust op de entree af. Auteur en presentator Splinter Chabot is vandaag gastheer. We zijn bij elkaar vandaag vanwege de feestelijke en bijzondere opening van de tentoonstelling Flashback, waarin oude meesters zoals Vermeer en Rembrandt tot inspiratiebron zijn geweest voor de meesters van vandaag de dag, zoals Stefan hey, Vleteren, we daar? Vincent Metz. Dat is koning Willem I. Logisch, want hij bracht zijn collectie over naar het Mauritshuis en opende het in 1822 als museum. We zijn koning Willem I bovenmatig dankbaar voor zijn besluit om deze goddelijke collectie te laten schitteren in dit al even goddelijke pand. Je zou hem bijna willen vereeuwigen in een gouden lijst. Op te komen. Prinses Marilène is er ook. Zij werkt voor een loterij die de cultuursector steunt. En met die handshake hebben we dan een verre verleden en het heden verbonden. Zijn majesteit mag u vragen, het podium op te komen om Willem de Eerste een hand te geven. Ik zou zeggen, applaus voor het moment als de hand is gegeven, de tentoonstelling geopend. Met de handdruk met zijn verre voorvader is de tentoonstelling Flash geopend. Voor de expositie lieten 16 fotografen zich inspireren door werken van meesters uit de 17e eeuw. Wat resulteerde in 16 nieuwe foto's. De nieuwe werken hangen direct naast hun inspiratiebronnen. Onder de fotografen zitten aankomende talenten, maar ook gevestigde namen als Erwin Olaf, Rieneke Dijkstra, Vincent Mensel en Anton Corbijn. Ja. Het is een vertrouwd weerzien. Vincent Mensel had de koninklijke familie vaak voor zijn lens. Ook de toen nog jonge prins van Oranje, Willem-Alexander. U heeft niet alle herinneringen opgehaald? Nee, want het ging over de foto deze keer. Maar we hebben wel, toen we binnenkwamen, wisten we wel wie we waren van elkaar. Dus de oude herinneringen, dat komt later nog wel een keer. Maar ik zou niet weten, 1, 2, 3, welke we dan zouden benoemen. Zijn er veel? Er zijn er zoveel. Van oude reizen, toen hij 18 jaar werd. En het boekje wat we gemaakt hebben met Renate Roenstein voor zijn 18e verjaardag. Postzegel, nou ja, andere leuke dingen. En nu vertelde u over uw werk. Ja, voor de foto. Waarom? Was het een ingewikkelde opdracht? Ja. Ik zag er vreselijk tegenop, maar wij allemaal, alle fotografen. Maar uiteindelijk viel het kwartje en viel het langzaam in het pulletje. We hebben er ook een jaar over gedaan allemaal, om het een beetje vorm te geven. En deze foto, nou ja, dus ik wist eigenlijk wel heel snel dat ik deze wilde gaan maken, alleen nog niet hoe en wat precies. Maar de geschiedenis was intrigerend van het gezicht op Delft van Vermeer. Dus dat was eigenlijk wel voor mij de aanleiding dat ik me daar heel goed in verdiept heb. En, zoals Proust zei, het is het mooiste schilderij ter wereld. Dus ja, ik bedoel maar. De tentoonstelling Flash is nog tot en met 16 oktober te zien. En een tipje van mijn momenteel zwijgzame moeder. Het Mauritshuis met zijn rijke oranje historie is echt een bezoekje waard.